In deze clip wil ik het verschil laten zien tussen een opname gemaakt met een EOS 70D op Full HD, zoals ik eigenlijk al mijn filmpjes tot op heden gemaakt heb, en vervolgens, dat komt dan hierna, een filmpje van dezelfde opstelling, maar dan met de XC10 op 4K verkleind naar Full HD, om dan het verschil te kunnen zien in scherpte. Om even aan te tonen dat het inderdaad een filmpje is, zal ik even mijn hand laten zien. Kijk, filmpje. Dus het is geen foto, het is echt een filmpje. En dit is de scherpte met een custom windbalans. Met een 1835 lens, dat is dan niet zo super. Maar goed, in principe doet dat voor heel veel opnamen de truc. En dit is het resultaat. En we stappen nu over naar een verkleinde versie van de 4K-opname van een Canon XC10. En dit is dus de opname met de Canon XC10 op 4K. En dan verkleind voor deze clip naar Full HD. En dat is de bedoeling dat je dus het verschil hier ziet. Ook met een custom midbalans. De instellingen van beide camera's waren F11, een 30ste en ISO 1250. En ook hier weer het bewijs dat we te maken hebben met een filmpje en niet met een stilstaand beeld. U kunt zelf de verschillen zien. Spoel nog eens een keer terug en kijk nog eens een keer opnieuw. En dan zul je zien dat dit 4K beeld ongelooflijk veel scherper is dan het Full HD beeld. Met de EOS 70D. Dus wat ons betreft heeft de XC10 duidelijk een stukje toekomst.